genomen. Omdat ook als je dit nu ziet, ja, het mag weer. Figuratief werken. Het is weer groots gewaardeerd. En als je hier nu naar kijkt, natuurlijk prachtig, hè, zo'n zwart-wit koe, typisch Hollands, in natuurlijk toch ook nog wel wat een expressieve stijl. Als je kijkt naar de namen, dus duidelijk nog de druipers. Maar, als je het nu zo vergelijkt bijvoorbeeld met ook iets wat op dit moment heel goed doet, grote tentoonstellingen krijgt, Pieter Pander, ook een schilder die dus prachtig academisch figuratief werkt, ja, dan zie je ook weer hier toch duidelijk dat het gewoon weer mag. En dat is het leuke van, vind ik ook vaak, moderne kunst, om dat weer te proberen te begrijpen en in context te plaatsen. Nou, bij Duurstede. En dan zou je dus eigenlijk bij moeten zetten, zonder dat ik hem zelf eens tekort wil gaan doen, maar denk hiernaast Jacob van Ruizaal. Dan zie je dat ook op zo'n manier Ramon Otting wel degelijk een postmodernistische schilder is. Of dit, gemaakt in Amerika, Texas. Waarin je dan toch, en ik heb hem vorige week nog laten zien, nou ja, een beetje een Edward Hopper gevoel gaat krijgen. Dus ook op zo'n manier zou je haast, zonder hem tekort wil doen, hè, haast een citaat uit het verleden van de kunst willen gaan noemen. Deze bijvoorbeeld. Nou, Hopperiaans, dat ken ik ze al. En figuratief, maar in vele verschillende gedaanten. Dan bijvoorbeeld op deze, vind ik prachtig zelf, een liggend naakt van behoorlijk dichtbij. Dat is hier de dame met de omhoog getrokken knieën, het onderlichaam en de rest, maar ook prachtig in een hele expressieve stijl geschilderd. Maar dit is ook wat op dit moment in de moderne kunst, en ook bij jonge kunstenaars, weer gewoon heel veel gedaan wordt. Terugkeren naar het figuratieve, je zou haast ook kunnen zeggen, terugkeren naar vertrouwde traditionele voorstellingen. Want zowel het landschap als het naakt is natuurlijk iets wat vanuit den beginne veel geschilderd werd. Maar ja, iets dat gebeurde natuurlijk eerder ook al. Francis Bacon, de man die ik ook de vorige keer heb laten zien, die natuurlijk ook zeer getormenteerd was, die dit maakte.